ik wil het met jullie over hebben dat er maar één kerk is. Er is maar één echte kerk. En weet je, soms krijg ik de vraag, en die zullen jullie ook wel eens een keer krijgen, als je ergens voor op moet geven of je bent sollicitatie bezig, dan zit er een vakje, ben je religieus? Mijn antwoord is dan altijd nee, ik ben niet religieus. Ik heb geen set met religieuze regels of rituelen waar ik mezelf aan zou moeten houden. Wat ik wel heb, ik heb geloof. Ik ben niet religieus, ik ben een gelovige. En dan als je dat zo zegt, ook tegen mensen soms, en je praat erover ook met mensen die je soms tegenkomt. Maar wat geloof je dan? Nou, ik zeg, ik geloof in ieder geval dit. Johannes 8, vers 36. Dat als de Zoon, dat is Jezus, u vrijgemaakt heeft, dan zult u werkelijk vrij zijn. Oh, dus je gaat naar de vrijgemaakte kerk. Nee, ik ben wel vrijgemaakt, maar ik ga niet naar de vrijgemaakte kerk. Ik ben vrijgemaakt van religie, van regels, van rituelen. Ik ben vrijgemaakt door Jezus van veroordeling. Ik ben vrijgemaakt, zegt de Bijbel, door Jezus. Ik ben vrijgemaakt van de wet. Ik ben vrijgemaakt, zegt de Bijbel, van de macht van de duisternis. De Bijbel zegt, ik ben vrijgemaakt van de macht van de zonde. Vrijgemaakt, vrijgemaakt, vrijgemaakt. Maar Peter zei nog net tussen twee regels door, vrijgemaakt van de wet. Bedoel, betekent dat jij gewoon kunt doen en laten waar je zin in hebt? Nee, maar zolang er een wet is, ben je niet vrij. Want als er een wet is, dan ben je verplicht om goed te doen. En je bent verplicht om niet verkeerd te doen. Maar ik ben vrijgemaakt om zelf te kiezen om niet het kwade te doen, maar het goede te doen. Ik ben vrij om het kwade te laten en het goede te kiezen. Ik ben vrijgemaakt door Jezus met een vrije wil om zelf volledig met mijn hart en met mijn ziel ja te kunnen zeggen tegen het goede. En met mijn hart en mijn ziel nee te zeggen, kunnen zeggen tegen het kwade. En dat maakt mij daadwerkelijk vrij. Ik moet niet nee zeggen tegen het kwade. Ik moet het goede niet doen. Ik mag uit vrije wil, uit genade, door de kracht van Jezus, kiezen voor het goede en zorgen dat ik het kwade nalaat. Nou Peter, als je nou zo vrijgemaakt bent, dan ga je natuurlijk naar die vrijgemaakte kerk. Nee. Ben je dan hervormd? Ja, ik ben hervormd. Ik ben hervormd in mijn denken. Iedere keer weer opnieuw hervorm ik mijn denken. En daarmee ja, ben ik eigenlijk ook gewoon hersteld hervormd. Want eigenlijk iedere keer is mijn denken verkeerd en dan moet ik mijn denken herstellen. En nu ben ik dus hervormd, ik ben vrijgemaakt, ik ben gevormd en ik ben ook hersteld hervormd. En voor degenen die het niet weten, ik ben ook gereformeerd. Ik ben gereformeerd. Ik ben opnieuw geschapen in Christus Jezus. Ik ben opnieuw geestelijk geboren uit Jezus. Ik ben 100% een nieuwe schepping. Ja, dus ik ben van de gereformeerde gemeente. Ik ga naar de kerk. En ik ben ook oud gereformeerd, want ik ben 55. En ik ben ook... En ik ben oud gereformeerd in Nederland. Want ik woon ook in Nederland. En mocht je twijfelen, ik ben ook baptist geworden. Want de Bijbel zegt, als het over dopen gaat, gebruikt de Bijbel maar één woord. Dat is baptizo. Volledige onderdompeling tot blijvende verandering. En ik ben volledig ondergedompt in de baptizo tot blijvende verandering. Ik ben ook een baptist. En vervelend is, ik ben ook nog Pinkster. Want ik ben gedoopt met de Heilige Geest. Dat vieren we met Pinkster. En ik heb besloten dat ik ook katholiek ben. Want katholiek betekent gewoon, er is maar één kerk. Er is maar één algemene kerk. Zie, en door de veelheid aan kerken zien wij natuurlijk gewoon soms door de bomen, zien we het bos niet meer. Maar het is goed om te blijven herinneren dat er maar één bos is. En het bos bestaat uit eikenbomen, uit beuken, uit berken, uit elzen, uit sparren. Niet uit kerstbomen, want wij maken kerstbomen. Maar het bos zijn heel veel verschillende bomen. En de eenheid, wat maakt een bos?
Dat is de eenheid van allemaal verschillende bomen. Dus de vraag is, ben je een boom? En als je een boom bent en je bent samen met heel veel andere bomen, vorm je samen een bos. En heel veel gelovigen met elkaar vormen samen één algemene christelijke kerk. Efeze 1, vers 4 zegt dit. Efeze 4, vers 4, sorry. Het is één lichaam. Het is één lichaam. Er is één geest. Zoals je ook geroepen bent tot één hoop van je roeping. Er is maar één Here, één Kyrios. Dat is Jezus. Er is maar één geloof. Dat is het geloof in Jezus Christus. Er is maar één doop. De doop in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Hier, er is maar één God. En Vader. Van alle. Boven alle. Door alle. In u allen. Soms is het goed om te herinneren dat we met elkaar deel zijn van een groot geheel. We zijn misschien een andere soort boom, maar we zijn deel van het grote geheel. Ik las, we hebben hier in Barneveld, voor een andere locatie, we hebben hier de burgemeester van Barneveld in ons midden. En ik las pas in de krant, terwijl we op reis waren in Thailand, dat de burgemeester een inloophuis opende van de gereformeerde gemeente in Nederland, hier in Barneveld, om mensen bekend te maken met de Bijbel. En als je net zo bent als ik, dan denk je gelijk van, hé, maar dat is heel verschillend van ons. Wat gaan ze eigenlijk vertellen? Ik bedoel, gewoon even eerlijk. Hè? Ik bedoel, jullie hebben dat niet mee. Ik weet dat ik gewoon soms vergeet om in eenheid te denken. Maar wat gaan ze nou vertellen? En toen las ik in het artikel, want je denkt gelijk in die verschillen. Toen las ik in het artikel dat ze 12 artikelen van geloof, die hangen ze aan de muur. Ik dacht, dat is interessant. Ik dacht, ik ga ze nog eens lezen. En jullie weten natuurlijk gewoon wat de 12 artikelen van geloof zijn. Ah, misschien ook wel helemaal niet. Maar daar gaan we zo naar kijken. De 12 artikelen van geloof. En wat is dat? Nou, de katholieke kerk noemt dat het apostolicum. Een ander noemt het de geloofsbelijdenis van Athanasius. Een ander noemt de geloofsbelijdenis van Nicea. Of van voegen daar Constantinopel bij. Maar ik kwam er dus achter, voor het geval dat je niet wist, dat iedere katholieke kerk, iedere protestantse kerk, iedere christelijke organisatie met traditionele roots, maakt niet uit welke tak ze komen, ergens verwijzen voor zichzelf van wij onderschrijven de 12 artikelen van geloof. Ik dacht, dat is boeiend en interessant. Dan is het ook interessant om ze even met elkaar te lezen. En die 12 artikelen van geloof, ja, ik weet, wij geloven in de Bijbel. En de Bijbel is onze enige grondslag. Maar wat mij dus opnieuw opviel is hoe universeel deze 12 artikelen van geloof zijn. Want die grijpen terug, de eerste ontwikkelingen van deze 12 artikelen, die zijn al gemaakt door Irenaeus van Lyon 170 jaar na Christus. En vervolgens heeft Athanasius en een andere in 295 na Christus en 373 na Christus, er is zo'n 56 jaar tussen, hebben deze tekst opgeschreven en die is eigenlijk onveranderd gebleven. En wat ik bovendien is dit, dat alle vragen die we vandaag de dag hebben, en die er zijn, wie is God? Is hij vriendelijk? Is hij überhaupt al God? Is hij almachtig? Is er nou wel of geen opstanding van de doden? Is er nou één God of drie? En hoe zit dat nu? Heb je nou wel of geen vergeving nodig? Dat indirect, op een of andere manier, al deze onderwerpen worden afgehandeld. En dat eigenlijk, als je terugkomt, dat iedere kerk zich kan vinden in wat deze kerkvaders in die tijd, en het was toen de hele kerk van die tijd, met elkaar hebben opgeschreven, ondanks hun onderverschil. Hier zijn we het met elkaar over eens. Dit is wat wij met elkaar geloven. En wat ik dan grappig vond, en ik denk dat is vooral interessant, door wij zijn allemaal wel eens in gesprek met mensen die naar een andere kerk gaan. En die twijfelen over hun geloof. Van, ga ik nou wel naar de hemel? Ga ik niet naar de hemel? Ben ik gered? Ben ik niet gered? Zijn mijn zonden vergeven? Zijn mijn zonden niet vergeven? Ben ik uitverkoren? Ben ik niet uitverkoren? Al die vragen die daar spelen. En ik dacht, deze 12 artikelen van geloof, zeker in deze wereld waarin wij leven, misschien wat minder in Amsterdam, maar in de Alblasserwaard waar we zitten, in Barneveld waar we zitten, in Zwolle en in Zeeland, komen we deze mensen gewoon tegen. En wat ik erboven las was dit, hè.
De protestantse kerken schrijven dat erboven. De 12 artikelen van algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. Hier staat dus, een gelovige twijfelt niet. Een kenmerk van geloof is dus zekerheid. En onze zekerheid is niet gebaseerd op ons gevoel. Hij is niet gebaseerd op onze ervaring. Hij is niet gebaseerd of we nu staan of dat we nu struikelen. Wat we nu gedaan hebben, wat we hadden, wat verkeerd is. Of wat we niet gedaan hadden, wat we hadden moeten doen. Het is niet gebaseerd op ons denken, niet gebaseerd op ons redeneren, niet op ons voelen. Het is niet gebaseerd op naar welke kerk we gaan. De zekerheid van ons geloof is gebaseerd op feiten. Bijbelse feiten die uit de mond van Jezus zijn gekomen. En die 12 apostelen hebben opgeschreven in de Bijbel. En waar je het grosso modo met elkaar gewoon over eens kan zijn. En wat apart is, is als je even de geschiedenis van leest. Ze zijn ooit begonnen om daarboven te zetten van wij geloven. Maar dat wij geloof, als collectief, dus belang van, we zijn niet, als geloven niet alleen, we zijn een boom in het bos. En het is aangepast naar ik geloof. Persoonlijk. Dus kun je nou voorstellen dat je praat met iemand uit een andere kerk die 12 artikelen onderschrijft en die twijfelt over zijn geloof. Maar die heeft een belijdenis waar hij naar verwijst wat ze geloven. En er staat dan boven ik geloof. En dat is in 300 na Christus aangepast. Ik geloof. Ik geloof. Ik weet zeker. Ongetwijfeld, boven alles, feiten uit. Ik weet zeker. Hoe cool is dat? Om dan gewoon een simpele tekst te hebben om daar met je buurman over te praten. Ik geloof. En waarom hebben ze er ik geloof van gemaakt? Omdat ze in die tijd, als de mensen gingen dopen, die toen kwamen uit het niets, dan was de belijdenis, deze belijdenis, ik geloof. En dan kwam de hele riedel en de protestantse kerk noemt 12 artikelen van geloof. Waarom? Omdat je die apostolische geloofsbelijdenis, of apostolicum, of hoe je hem ook noemt, eigenlijk kunt opsplitsen in 12 kleine stukjes. Dus ik heb dat vanmorgen gevolgd. En ik vind dat zo cool. Als je dat gewoon leest en met geloof leest, en dan vind je daar al zoveel antwoorden in waar je nooit meer over hoeft te twijfelen. Dit is wat onze voorouders op de schouder van wie wij staan al beleden. Hier, ik geloof, artikel nummer 1. Ik geloof in God de Vader. Alle discussie ten einde. God is een vader die van zijn kinderen houdt, zorgt, beschermt en het beste met ze voor heeft. Hij is de almachtige schepper. Alle dingen zijn mogelijk bij God. En hoe weet ik dat hij almachtig is? Hij is de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. Kijk om je heen en kijk naar de bomen, de bloemen, de seizoenen. Kijk naar de sterren, kijk naar de zon. Kijk naar de precisie van de tijd, van alles wat er gebeurt. Je kunt er niet omheen. Er moet een creatieve mind achter zitten. Wie is dat? Het is mijn Vader in de hemel. De Almachtige. De Schepper van de hemel en van de aarde. Nummer 2. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Wat mij er gelijk uitsplitste was dit. Er staat niet onze Redder. Er staat onze Heere, onze Kyrios, de Allerhoogste, de Aanvoerder, de Machthebber, de Overwinner. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, de Overwinnaar, de Heer, de Leider van de hemelse legerscharen. Er staat niet de Redder. Vandaag is het natuurlijk populair om te zeggen, ja, Jezus is mijn Redder. Maar Jezus kan alleen je redder zijn omdat hij Heer is. Nog een keer. Jezus kan alleen je redder zijn omdat hij Heer is. Omdat hij de overwinnaar is, die op de troon zit, die alle machten van de duisternis ontwapend heeft, over hen gezegevierd heeft, omdat hij de absolute heerschappij heeft. Daarom is hij Heer en daarom is hij in staat om jou en mij te verlossen en vrij te maken. Met andere woorden, het geloof begint met het feit dat Jezus de allerhoogste autoriteit in hemel en op aarde is.
En vanuit dat geloof in wie hij is, geloven we dat hij niet in staat is, maar dat hij alles al gedaan heeft aan het kruis door de opstanding. Want hij zit nu ook aan de rechterhand van God de Vader op de troon. Als Jezus hier is, en daarom is hij mijn redder, en ik ben gered omdat ik geloof in mijn Heer, dan betekent het automatisch dat hij ook de allerhoogste autoriteit in mijn leven heeft. Dat Jezus' woord is ja en amen. En als Jezus zegt linksaf, is het linksaf. Als Jezus zegt het is rechtsaf, het is rechtsaf. Dus je kunt je Bijbel lezen als een kookboek, zeg ik altijd. Ik kook heel veel, dat weten mensen die me wat beter kennen. Dat vind ik heel moeilijk. Het is niet moeilijk. Er staat een recept, je moet precies doen wat er staat. En dat is met de Bijbel ook zo. Weet je, je moet het gewoon letterlijk nemen. Je moet het lezen en gewoon doen als het er staat. Dus als er staat van bekeer je, laat je dopen. En wordt vervuld met de Heilige Geest. Bekeer je dan, laat je dopen. En wordt vervuld met de Heilige Geest. Doe dan gewoon wat hij zegt. En moet je kijken in Matteüs 28 vers 18. Mocht je erover twijfelen hoe belangrijk bepaalde keuzes zijn. Jezus persoonlijk. De allerhoogste autoriteit van de hemel en van de aarde. Hij die het laatste woord heeft. Die boven elke macht en elke overheid. Niet alleen fysieke overheid zoals onze burgemeester. Maar ook de geestelijke machten. Mij, zegt hij, is gegeven. Alle macht. Zie, hij positioneert zich niet als redder. Hij positioneert zich hier als de absolute Heer, de Heere, boven elke macht en boven elke. Mij is gegeven. Alle macht. In de hemel en op de aarde. Vers 19. Ik heb voor mezelf dus gezet, daarom. Zie, de motivatie waarom we kerk zijn, is dat hij de allerhoogste Heer is. Daarom ga heen. Daarom kom in beweging. Daarom wees actief deel van de gemeente. Daarom ga heen. Onderwijs al de volken. Hen baptizo, zijn baptisten. Hen baptizo, hen onderdompelend. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En hen lerend alles wat ik geboden heb in acht te nemen. En Jezus zegt, een nieuw gebod geef ik u. Heb elkander lief. Dus geloof je in Jezus als Heer. Je geloof blijkt niet uit je belijdenis. Je geloof blijkt uit je gehoorzaamheid. Want als Jezus Heer is, en de Allerhoogste Heer, en ik lees dat, dan zie ik voor mezelf gelijk twee legers tegenover elkaar staan. Ik zie het leger van de hemelse legerscharen en alle heiligen met Jezus als aanvoerder. En ik zie het leger van de andere heer, een lagere heer, een machteloze heer, Satan, met al zijn demonen en zijn geestelijke krachten. En de vraag is, aan welke kant sta jij? Sta jij aan de kant van de macht van de duisternis of sta je weggeschaard achter Jezus? Jacobus zegt, de demonen geloven ook in Jezus. En ze sidderen. Ze staan aan de verkeerde kant. Zij zijn niet gek zoals sommige mensen gek zijn. Zij zijn niet gek. De demonen weten dat Jezus Christus Heer is. De demonen weten dat hij de allerhoogste macht, de allerhoogste kracht is. En de demonen weten dat uiteindelijk is er niemand die tegen hem kan standhouden. De demonen weten dat ze aan de verkeerde kant staan. Maar zij kunnen niet overlopen. God heeft geen reddingsplan gemaakt voor engelen. God heeft alleen reddingsplan gemaakt voor jou, voor mij, voor mensen. Yes. Wij kunnen overlopen van de ene kant naar de andere kant. En aan deze kant, zegt de Bijbel, ben je bekleed met een uniform. Het uniform van zonde. De macht van de zonde noemt hij het. Uniform van de macht van de zonde. Maar de Bijbel zegt dat als wij ons laten dopen, onderdompelen, dan worden we in die doop, in die dood van Jezus, in dat watergraf wat we hebben, worden wij besneden. Dat uniform van Satan wordt van ons afgetrokken. En we worden overgeplaatst in het andere leger. En dan worden we bekleed met Jezus Christus. En dan hebben we het uniform van Jezus. Ja, ik geloof in Jezus Christus als de Heer. Heb je je oude uniform uitgetrokken? En heb je je nieuwe uniform aangetrokken? Anders krijg je verwarring.
Zo gaaf de derde. Die ontvangen is. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Jezus, 100% God, 100% mens. Het was God zelf die Satan uit de hemel zette. Het is dus God zelf die Satan hier op aarde verslagen heeft. En het is God zelf die, als straks weer de wederkomst is, die Satan definitief van deze aarde zal verwijderen. Alles is uit God, alles is door God en alles is voor God. En hij, de vierde, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven en nedergedaald ter helle. Let op, geleden wordt apart genoemd. Door zijn striemen zijn we genezen. Gekruisigd. Hij is gekruisigd. Hij is onder de vloek geplaatst, zodat wij niet onder de vloek zouden zijn, maar onder de zegen van Abraham. Hij is begraven, omdat wij ons oude leven zouden sterven. Hij is de hel ingegaan, apart, om de macht van de dood te ontwapenen. Jezus zegt in Openbaring, als hij opgestaan is, toont aan Johannes, zegt hij van, kijk eens, ik heb mijn sleutels niet, die loon heeft mijn sleutels. Ik heb de sleutels. Geef mij de sleutels dus lief. Ja, dat zijn die lonen sleutels trouwens. Ja. Kijk, voordat je denkt dat ik met deze sleutels rondloop. Maar Jezus zegt, de opgestane Jezus zegt, ik ben de hel ingegaan, ik heb de sleutels die de macht van de duisternis had over de dood, die heb ik hem afgenomen, ik heb ze meegenomen en ik heb ze. En op het moment dat de hemelse Vader wil, stop ik de sleutel in de deur. En draai ik hem om en doe ik de deur open. En dat is het moment waar de Bijbel zegt dat degenen die geloven als eerste zullen opstaan. Uit de dood. Dus al de macht van de dood zal gebroken worden. Want Jezus heeft de sleutel. Zie, de dood kan niet blijven. Uiteindelijk zullen ook de anderen opstaan. Dat verhaal gaan we nu niet in, hebben we nu niet, helaas niet meer de tijd voor. Maar Jezus zegt, ik heb deze sleutels. En dan zijn we gelijk bij vijf, op de derde dag opgestaan uit de doden. Beste mensen, als Jezus niet is opgestaan, dan is ons geloof zonder waarde. Hier, opgevaren ten hemel. Zitten aan de rechterhand van God, nummer 6, van de almachtige Vader. Jezus is als hoge priester de enige, echte, eeuwige tempel binnengegaan in de hemel. Geen bloed van bokken, kalveren en stieren, maar met zijn eigen bloed. De hemel ingegaan in de enige echte tempel en daar verzoening gebracht voor de zonde. En als de hoge priester naar buiten kwam bij Israël, zei van, het is geregeld, je mag naar huis gaan, het is verzoend. Komt onze hoge priester straks naar buiten en zegt, alle zonden zijn verzoend. En hij zit op de troon. Een koning zit. Regeert. Hij werkt niet meer. Het is volbracht. Het is gedaan. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Oh, dan denken mensen gelijk, oh, hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Nou, wij die geloven, horen bij de levenden. Maar je moet goed beseffen, er is maar één oordeel. En dat ene oordeel wat er is, is de dood. Dat is het oordeel. Er is ook maar één zonde die ervoor zorgt dat je geoordeeld wordt. Dat is je ongeloof. Maar het is het ongeloof in Jezus als redder die je verlossen kan. Die je in je zonde houdt. Maar zodra je gelooft, zodra je gelooft dat Jezus de Heer is, de redder is, dan is met alle zonden gedeeld. Er is maar één oordeel, dat is de dood. Moet je hier lezen. Romeinen 6, 23. Want de loon van de zonde, niet de zonden, maar de zonde, welke zonde, van het ongeloof, is de dood. Maar, daar stoppen heel veel mensen, maar de genadegift van God is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. De dood is in de wereld gekomen. En Jezus heeft als God de Vader als genade gift Jezus gegeven als het leven. En het leven van Jezus overtreft de dood. Daarom zegt Johannes 3 vers 18.
Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie in hem gelooft, in Jezus gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die krijgt het niet, die heeft het. Maar wie niet gelooft, is al geoordeeld. Iedereen die niet gelooft, die sterft. Niet alleen fysiek, maar ook geestelijk. Maar voor ons, er is geen veroordeling. Er is geen dood voor hen die in Christus Jezus is. Want Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Als ze dacht, ik geloof in de Heilige Geest. Weet je niet, zegt Paulus, dat je een tempel bent van de Heilige Geest? En de Heilige Geest heeft mij een heilige gemaakt. Dat vinden heel veel mensen moeilijk, hè? Je bent niet heilig door je gevoel. Je bent niet heilig door je werken. Je bent heilig omdat de Heilige Geest in je woont. Paulus zegt, weet je dan niet dat de Heilige Geest in je woont? Weet je dan niet dat je een tempel bent van de Allerhoogste God? Weet je dan niet wie je bent? Ik geloof in de Heilige Geest. En hier komen we. En ik geloof in één heilige. Zie, ik geloof in één heilige. Als je naar de kerk gaat en je gelooft, ben je een heilige. Dat is onvermijdelijk, hè? Ik geloof in één heilige. De kerk kan niet heilig zijn als de mensen niet heilig zijn. Heilig betekent niks anders dan dat je apart bent gezet voor een specifiek doel. Ja, wij zijn de mensenkinderen door God apart gezet voor het eeuwige leven. Om zijn zoon en dochter te zijn tot in alle eeuwigheid. Ik geloof in één heilige. Ik geloof in één algemene christelijke kerk. Zie, één kerk. Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen. Er is dus maar één kerk. En dan moet je dit vers moet je echt lezen. Johannes 5, vers 1. In ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En iedereen die hem lief heeft, Jezus, je bent niet uit jezelf wederom geboren. Iedereen die hem lief heeft, die geboren deed worden, Bijbel, hè? Ja, dus wie heeft jou opnieuw geboren doen worden? God de Vader die in de hemel is, door de kracht van de Heilige Geest, door het woord. Maar iedereen die hem lief heeft, die geboren deed worden. Iedereen die zegt, ik geloof dat God mijn Vader is. Ik geloof dat Jezus Christus mijn Heer is. Ik geloof dat Jezus mijn Redder is. Die heeft ook lief wie uit hem geboren is. Hier is het einde van iedere kerkmuur. Want je bent één kerk met iedereen die gelooft dat Jezus Christus de Allerhoogste Heer is, de Zoon van God. Amen. En dan kom je niet aan nummer 10 van de belijdenis. De vergeving van zonde. Ik geloof in de vergeving van zonde. De mensen, ja, maar ik weet niet of zonde vergeven zijn. Pardon, je gelooft in de vergeving van zonde. En de Bijbel zegt in Hebreeën 10, vers 14, want met één offer, één hè, heeft hij hen die geheiligd worden. Zie, als je vergeven bent, dan word je heilig, maar je wordt deel van de heilige algemene christelijke kerk. Wordt hij hen die geheiligd worden tot een eeuwigheid volmaakt. Zie, het is één keer geloven in Jezus als Heer, wie hij is op de troon, wat hij heeft gedaan met zijn bloed in de hemel. En je wordt deel van de algemene christelijke, katholieke, gereformeerde, hervormde kerk. Want je vergeving van zonde is een status. Want de vergeving van zonde is niet zo heel belangrijk. Want op het moment dat je van je ongeloof afkomt, dat Jezus de Heer is, zijn automatisch alle zonden vergeven. Want de enige zonde die jou uit de hemel houdt, is de zonde van ongeloof. En de enige zonde die je, het enige wat je in de hemel brengt, is het geloof dat Jezus Christus de Allerhoogste, eeuwige, enige Zoon van God is, die alle zonden van de hele wereld op zijn nek heeft genomen, met dat bloed de hemel is ingegaan en voor eens en voor altijd in één deal, in één moment dat gezetteld heeft. En dat is ons nieuwe verbond dat wij vieren als we avondmaal vieren, het brood breken en de beker drinken. En daarom geloven we in de wederopstanding van de doden en in een eeuwig leven. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. En laten we nu op alle locaties gaan staan.
En mocht je in ons huis zijn, wij gaan deze tekst die we net gelezen hebben zingen in een bekend lied. Zing nou niet gewoon gedachteloos een tekst. Zing het met intentie. Zing het met geloof. Op basis van Bijbelse feiten. En dat wat deze tekst zegt, dat is wat het voor je doet. Het zal je vergeving van zonden brengen, een eeuwig leven, de opstanding van de doden. En het zal je deel maken van de enige, universele, algemene, heilige, christelijke kerk. In Jezus' naam. Amen.